De wereldvermaarde Axel Vervoort Gallery opent haar deuren op een nieuwe locatie aan het kanaal met een tentoonstelling rond de Japanse kunstenaar Shiraga. We hebben de galerij opgericht in 2011 in de Vlaikesgang en hebben er 6 succesvolle jaren gedaan als galerij. Maar we wensten nu toch op een grotere schaal te kunnen werken en hebben we besloten om de galerij te brengen naar het kanaal. En vandaar is dit de eerste tentoonstelling. En deze tentoonstelling organiseren we voor Kazuo Shiraga. Onze nieuwe ruimte zal uiteindelijk bestaan uit 3 ruimtes hier als galerij. Dit is de eerste die we hier vandaag openen. Dit is de galerij die we gebouwd hebben hier. Wat er specifiek aan is, is dat die gebouwd is op Noorderlicht. Als een studio voor een kunstenaar eigenlijk. En dus voor hedendaagse kunst is het heel belangrijk om de juiste belichting te kunnen hebben. En overdag heb je hier de ultieme manier eigenlijk van het belichten van schilderkunst. En vandaar hebben we deze ruimte daarvoor gebouwd. Als je de belichting hebt zoals de kunstenaar het gedacht heeft, dan kom je zo ook het dichtst bij de ervaring die eigenlijk uiteindelijk bedoeld is geweest. En de schilderkunst is licht essentieel, omdat we uiteindelijk zien we alleen maar reflectie. Deze prachtige expressionistische schilderijen zijn allemaal van de hand van Kazuo Shiraga. Shiraga is een kunstenaar die heel belangrijk voor ons is. Hij is een van de belangrijke leden van de Gutai-beweging, dus de avant-garde in Japan. Moet denken jaren 50 na de oorlog, de bom van Hiroshima en Nagasaki. Men moet terug volledig opnieuw beginnen. De kunstenaar gaat zich eigenlijk met zijn lichaam begeven in de aarde, om één mee te worden en daar terug uit geboren te kunnen worden. Wat Shiraga bijzonder maakt, is dat hij een kunstenaar die zijn lichaam gebruikt om te schilderen. En ik kan er hier een foto van tonen. Je ziet hem dansen over dat doek, hangend aan die koord. En zo maakt hij dus eigenlijk zijn schilderijen. En het is soort door die dans dat één zijn met dat ritme, dat er een soort impressie wordt gemaakt van zijn emotie. En zo komt een schilderij tot stand. En dat is zeer uniek. Dit is trouwens een boek dat we hebben uitgegeven over de kunstenaar samen met een Amerikaanse galerij, Levi Gorvy. Het is een van de specialiteiten van de galerij om terug te kijken in het verleden en om daar eigenlijk uit vorige generaties kunstenaars terug te kunnen brengen en terug de erkenning te kunnen geven die ze eigenlijk hadden moeten hebben in de tijd.